lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody for my own. I'm so lonely, I'm Mr. Lonely. Wish I had someone to call on the phone. Now I'm a soldier, a lonely soldier, away from home, through no wish of my own. That's why I'm lonely, I'm Mr. Lonely. I wish that I could go back home. Ik zit hier tussen de orgelboeken van mijn vader. Die muziek gaan we gebruiken in onze voorstelling. Dan gaan we gebruiken themaatjes, fragmentjes van Händel, van Bach. En die bouwen we om tot funkmuziek of tot mooie lieve liedjes of themaatjes. En ik wil dat graag gebruiken omdat mijn vader speelde vroeger orgel. En dan kwam ik heel erg graag, ging ik met hem mee op dat orgel. En dan gingen we zo'n steil trapje op en dan ging je achter het orgel zitten. En ja, dat gaf een machtig gevoel dat hij daar een uur lang muziek kon maken. En soms heel fors en soms heel subtiel. En dat bracht een soort gevoel van verbondenheid, van veiligheid als ik daar met hem was. En daarom vind ik het gaaf om juist die muziek te gaan gebruiken. Oké. Hebben we ons voldoende voorbereid? Want ik heb dat even niet helder. Ik ben niet helder. Nee, we hebben ons in zijn werk verdiept, toch? We weten wat we hem willen vragen. Ja. Wie stelt de vragen? Want hoe laat belt hij in, Ilse? Je hebt die afspraak gemaakt, toch? Ja, gewoon zo. Om 2:00. Ik dacht nog, moeten we iets anders aantrekken? Iets Perelman-achtigs? Dat hij ziet dat wij erover na hebben gedacht. Dat we het serieus nemen. Nee, maar Dirk de Wachter maakt dat niks uit. Die vindt kleding echt de futiliteit van het leven. Ja. Juist doordat we er niet over na hebben gedacht, laten we zien dat we er over na hebben gedacht. Het is gewoon de eerste keer dat ik gewoon weer iemand ga ontmoeten die er echt toe doet. Hè? Ik ben gewoon een beetje bang dat ik dat verleerd ben. Ik zit nu al zo lang in die hele, wat ga ik eten, wat kijk ik op Netflix bubbel. Ik ben gewoon bang dat ik heel mijn intelligentie ben verloren. Intelligentie? Ja, dat kun je niet verliezen, zoiets. Ja, maar ik ben daar dus bang voor. Dirk de Wachter, die pleit juist voor het simpele. Voor het basale. Als er iemand is bij wie wij onszelf moeten kunnen zijn, dan is hij het. En we kunnen toch iets doen terwijl we wachten. Laatst hadden we toch die, weet je nog, deze jongens. Die swing. Ja, Lon. Die was lekker. Ja, jongens, sorry, ik heb gewoon het gevoel dat ik hoe langer hoe meer dat ik gewoon een soort van kluizenaar word. Maar het erg is dat ik dat dus nog prettig vind ook. Ik begin in mezelf te praten, ik begin tegen die kat te praten. En weet je, en straks kom ik dan iemand tegen. Hè? Ik wil een intelligent iemand. En dan weet ik helemaal niet meer hoe ik me daartoe moet verhouden. En dan zie ik diegene ineens als een bedreiging. Ik ben bang dat ik mijn eigen gezin als bedreiging zie. Soms komen ze aanlopen met z'n drieën als een soort driekoppig monster. Hey. En mijn eerste reactie is gewoon zoek dekking. Ik heb deze week echt serieus een keer gedaan alsof ik ziek was. Ben ik de hele ochtend in bed gaan liggen met de dekens over me heen. Zo. Als een soort isolerende, geluidsdichte stolp. Denk je dat Dirk de Wachter iets kan zeggen over hoe ik deze gevoelens het beste kan interpreteren? Dirk de Wachter vindt zulke gevoelens heel normaal. Oh, ik denk dat ik stiekem een beetje verliefd ben op Dirk de Wachter. Jij wordt altijd verliefd op dit soort mensen. Ik zie dan voor me dat hij binnenkomt. Dan heb ik voor hem gekookt, weet je wel. En dan
komt hij aan met zijn markante kop door de deur. En dan gaat hij zitten, mooi gedekte tafel. En zeg ik, Dirk. Nee, Dirk, hoe was je dag? Ach ja, het is zo. Amai, het is dat heel. Wow, eten. Frittekes, vlams, dat is goed, hè? Ik mis dat soms zo bij mijn eigen vriend. Die is zo bazaal dat hij niet echt kan genieten van simpele dingen. Te bazaal voor het basale, zeg maar. Dus ik kijk heel even op de klok, want ik moet ook zo gaan. Els, hoe laat zou hij nou inbellen? Ja, elk moment. Ja. Zit hij niet al in de wachtkamer? Nee, er zit niemand in de wachtkamer. Ja, maar dan komt hij niet. Sorry, nu krijg ik ook ineens twijfels of hij wel komt, hoor. Ja. Els, je hebt die afspraak wel goed gemaakt, toch? Ja. Ik moet gewoon echt zo weer door. Kunnen we alsjeblieft heel even wachten? Lon, ik heb al maanden niet gelachen. Ik zit hier een beetje af te sterven. Kan jij even iets doen, Lonne, waardoor ik moet lachen? Gewoon iets Elsa? Kleins, een act? Doe een Elsa, act. Even serieus. Heb jij die afspraak wel echt gemaakt? Lonne, voor jou is dat zo simpel. Jij schudt dat zo uit je mouw. Voor jou is dat klein. Iets grappigs. Iets met playback. Dat kan jij. Elsa? Lonne? Ja. Ilse, heb jij nou die afspraak met Dirk de Wachter verzonnen? Ja, like everything. I ain't got no service at the club, you sister. Ik dacht al van tevoren. Ik dacht al, Dirk de fucking Wachter. Ik heb gewoon die afspraak verzonnen. Ilse. Kunnen wij hier even over praten, want ik vind dit dus niet oké, hè? Je speelt op dit moment, in deze tijd, juist in deze tijd, met mijn gevoelens, hè? Je speelt met mijn intelligentie, ja. Kom maar, even ophouden, Ilse. Kunnen wij hier even over praten? Jongens, ik probeer op dit moment een serieus gesprek met jullie te voeren. Kan dat even? Lonne, kun je even... Ilse? Het is vrijdagochtend en het is rond 5:15. Ochtends. Het komt erop neer dat ik soms 's nachts wakker word en dan, ik wil niet zeggen paniek is een groot woord, maar in ieder geval zorgen. En dan ben ik helemaal achter in de tuin gaan zitten, want ik dacht ik pak gewoon de camera erbij. Ik ga gewoon even vertellen hoe dat in elkaar zit. Het klinkt allemaal zo stoer, een eigen gezelschap. Voorstellingen maken, oh. Knap dat je dat allemaal doet, maar dan 's nachts dan komen de zorgen en dan komt het, komen de angsten van kan ik dit wel, nu gaat het echt mis. Oké, nou voorstelling verkopen, hoe kan er nou publiek zo dadelijk zitten? Alt mensen, publiek, en dan is er nog, ja, er is wel het een en ander geschreven natuurlijk. Er zijn veel ideeën, alleen het is nog lang niet klaar. Dus ik dacht, ja, het is wel zo ver om ook eens te vertellen hoe alleen het thema, hoe alleen dat kan voelen. Het koud wordt hier. Vol spuiten, dicht smeren, kitten, folie erom, platen erop, dichten, purr,
peer, schuim, mineralenglaswol, rotswol, schapenwol, hout, wol, kurk, leem, sedum, EPRHR++ parels, rockwool, hennep, papiervlokken. Veilig videobellen, Skype, Jitsi, FaceTime, WhatsApp, beeldbellen, slecht licht, fout gekaderd, afgeleid door je eigen kop, te ver, te dichtbij, te moe. Digitaal zwijgen, Zoom, Zoom. Oef, vergeet mijn microfoon uit te zetten. Och, vergeet mijn camera uit te zetten. Of aan. App, Jitsi, blikbel, MBO, app, corona, app, fuck off. Rap, elastiek, lint, spijker, plakband, tape, koord, ijzerdraad, snoer, draad, kabel, net, netwerk, netwerken, foutmelding, 3G, 4G, 5G, connected. Ik heb net een heel stuk opgenomen, dacht ik. Moet even kijken hoor. Ja, ik dacht dat ik een heel stuk had opgenomen met het hele diepe ontboezemingen over mijn angsten. Het blijkt dat hij helemaal niks heeft opgenomen. Rodding. Nou goed, wat ik net zei was dat we allemaal is in essentie natuurlijk. Nee, ja, zie nou is het weg. Ik zei, ik heb het net heel mooi tegen de camera verteld. Ik kan dat nou niet herhalen natuurlijk. Het was heel mooi. Heel oprecht was het.
Nou, het gaat over een soort ontbloten van al het gedoe. Ik denk dat die voorstelling daar gewoon over gaat, Haan. Misschien is dat wel totale eenzaamheid. Het camoufleren van de angst, het camoufleren van de trots, het camoufleren van de beste willen zijn. Een ego-document, dat is het. Een ego-vernietigingsdocument, dat is het. Ja, vind ik een grappige tegenstelling. Een ego-vernietigingsdocument. Ik heb wel, ben wel naar de kapper geweest. Dat dan weer wel. Dag. Ja, en nu zo.